Dag Melissa, Melissa Vingerhoed. We hebben elkaar al ergens gezien rond een andere verkiezing. Welke was dat? Inderdaad, dat is ondertussen al 3 jaar geleden. Dat was op Topmanneke. Ik weet dat nog, dat was toen in het begin van mijn modellen, allee, van mijn missencarrière eigenlijk. Ik was toen net Miss European geworden. De snotneus van 16 jaar bij wijze van spreken. En nu ben ik hier 19 jaar en finaliste voor Miss België. Ja, dat is wat anders natuurlijk, hè? Inderdaad, maar een heel ander niveau. Ik ben echt super content. Is dat wel in het Frans genoteerd? Hoe komt dat eigenlijk? Leg even uit, als Vlaamse toch? Omdat ik suis bilingue en fait, j'habite près de Brabant Wallon. Ik ben tweetalig. En daarom denk ik dat ze mij bij de Frans ingedeeld hebben om 10-10 te hebben. Dus er zijn eigenlijk 11 Vlaamse meisjes en 9 Fransen. En vandaar dat ze mij bij de Fransen gezet hebben. Goeie vriendinnen met die andere meisjes? Ja, tuurlijk. Allee, iedereen is super sympathiek. Ik ben echt heel blij dat ik hierbij kan zijn. Dat ik deze kan meemaken. En voorlopig geen concurrentie. Echt plezier. Waar woon je nu ergens? Ottenburg. Ja. Nog steeds. Ja. En Miss België worden, is dat een droom van jou? Ik denk dat dat de droom is van elk van de kandidaten dat eraan meedoet. En uiteraard zou ik ook super blij zijn als ik die titel kan dragen. En ik ben er zeker van dat ik die met fierheid ga volbrengen dan. Wat doe je nu in het leven? Ik werk in Superdry Store in Leuven. Graag? Enorm graag, maar moest ik Miss België kunnen worden, dat geen haar op mijn hoofd dat eraan zou twijfelen om ontslag te nemen. Eerlijk gezegd. Ik wens je veel geluk, Miss. Dankjewel.